Jij mag het zeggen. Dat zijn wij. Toch? State of the Art is een duo. Een producers duo. Die ook en live DJ. Muziek maakt. DJ. Yes. Ja, dus we zijn eigenlijk een soort DJ's. Okay. Alleen we maken wel... We gebruiken eigenlijk vrijwel alleen maar live instrumenten. Tijdens de act. En dat maakt ons hopelijk een beetje uniek. We hadden best wel lang een soort op de droom gehad dat er iets met elektronische beats en tegelijkertijd heel veel instrumenten mogelijk was. Eigenlijk denk ik vanaf het begin dat we samen begonnen. En toen op een gegeven moment toen zijn we dat gewoon gaan doen. Minimale diepe techno. Minimale diepe techno gaan we zeker worden. Ik denk dat mensen kunnen horen dat een geluid ons geluid is, zeg maar. Ja, laat even een paar elementen. Ik vind dat een bepaalde trance vind ik altijd mooi, zodat we onze muziek kunnen krijgen. Kleine details. En misschien nogal van die band-elementjes, van die band-dingetjes. Ja. Eigenlijk meer muzikanten in een band zouden doen dan eigenlijk een producer zou doen in zijn mix. Ja. Alles live deden, dus dat we echt geen enkel voorbereid sampletje zouden doen. En nu doen we dat met ook met schijfjes, dat je gewoon zelf geluiden kan aanzetten die je vooraf hebt voorbereid. Dat is denk ik het grootste verschil. Maar als je ook nummers hoort, ons allereerste nummer wat we hebben gemaakt, als je dat hoort, dat bestaat zeg maar uit vier laagjes, denk ik. Vijf verschillende geluiden onder elkaar. En de nummers die we nu maken hebben er 40. Dus 40 verschillende elementen die dat nummer maken. Als wij naar een optreden gaan, dan laten we hier bijna wel een lege kamer achter, denk ik wel. Drumcomputer of basgitaren, die gaan eigenlijk mee wanneer, wanneer de gig daarvoor leent. Hangt een beetje af van de ruimte. Soms sta je in echt zo'n club en dan moet je in zo'n verhoogd hokje staan waar je eigenlijk niet eens met z'n tweeën goed in past. Maar dan komen wij met allemaal apparaten aan en gitaren en dat past gewoon niet. Dus dan maken we het simpeler en nemen we alleen een keyboard mee. Ja. Misschien een basgitaar. Jammer daaraan is dat je dan meer samples moet spelen in plaats van dat je live dingen kan inspelen. Een nabije toekomst. In de nabije toekomst. Wat willen we in die nabije toekomst? Koter beter heel veel optreden op mooie plekken. Vooral ook een album uitbrengen of een paar platen, iets in die geest. En ik wil er ook gewoon van kunnen leven.